Het is weer die tijd van dit jaar, de winterdip. Ik denk dat we hem allemaal wel kennen en voelen. Maar vandaag ga ik je tips geven hoe jij daar het beste mee om kan gaan. Hey hallo, wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Mocht je mij nog niet kennen, mijn naam is Jamila. Ik ben een online fitness en lifestyle coach. En ik help dames op weg naar de gelukkigste versie van hunzelf. En vandaag ga ik jullie dus tips geven hoe je om kan gaan met de winterdip. Allereerst, wat is de winterdip nou precies? Nou ja, over het algemeen is de winterdip bekend als dat wanneer de donkere dagen komen, mensen steeds wat minder lekker in hun vel gaan zitten, wat vervelender voelen en dat ze zich daardoor dus wat depressiever kunnen voelen. Het is een best wel bekend fenomeen, alleen is het nog best wel een taboe voor veel mensen om erover te praten. Maar zelf heb ik er ook last van. Ik merk altijd dat als het eenmaal wat donkerder wordt, dat ik steeds meer moeite heb om productief te kunnen zijn, maar ook gewoon wat verdrietiger ben, me sneller alleen voel en ja, het gewoon niet zo naar mijn zin heb als wanneer het zomer is. Dus niks om je voor te schamen, alsjeblieft niet. Maar ja, ik wil wel graag tips delen om te kijken hoe je er kan zorgen dat je er misschien net wat minder last hebt van de effecten en deze tijd van het jaar toch wat makkelijker kan maken voor jezelf. De eerste tip die ik jullie graag wil geven is voornamelijk gericht op je omgeving. Probeer te zorgen dat je huis zo opgeruimd mogelijk is en maak er een gezellige plek van. Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd en dat ga je echt heel erg merken. En er is ook zelfs onderzoek naar gedaan dat vrouwen die hun huis als rommelig beschrijven meer stress ervaren dan vrouwen die hun huis juist wat meer opgeruimd hebben. Dus mijn eerste tip daarin is zorg dat je het zoveel mogelijk opruimt. Zorg dat je de afwas niet laat opstapelen. En ik weet hoe moeilijk dat is, juist omdat je dus minder energie hebt. Maar wetende dat het je rust kan brengen en je juist weer wat beter in je vel kan laten voelen als het allemaal netjes is, kan misschien zorgen dat jij de motivatie hebt om het wel te kunnen doen. Zelf probeer ik altijd mezelf vol te houden dat ik af ga tellen, dus letterlijk 3, 2, 1 opstaan en het dan gaan doen. Dat helpt mijn momentum opbouwen. En ook probeer ik taken die ik het minst graag wil doen als eerste op de dag te doen wanneer ik nog wel genoeg energie heb, zodat ik dat in ieder geval al achter de hand heb en daar niet meer over na hoef te denken. Verder is het handig om je omgeving natuurlijk ook wat gezelliger te maken. Zoals nu komen de kerstdagen eraan. Misschien is het leuk om alvast de kerstdecoratie neer te zetten. Ik heb dat vandaag ook gedaan. Je kan lekker lichtjes op gaan hangen, zet kaarsjes neer en maak er een gezellige cozy vibe van in huis. Want dat kan er echt voor zorgen dat jij een stuk gezelliger in je vel zit en het wat meer naar je zin hebt in deze donkere dagen. Want ja, het betekent niet dat we ook echt in duisternis hoeven te gaan zitten natuurlijk. En ja, kerstversiering kan bij heel veel mensen toch wel wat vrolijke emoties weer naar boven toe brengen. De tweede tip. Bij mij zie je normaal de zon, het daglicht. Het is ontzettend belangrijk dat je voldoende daglicht binnenkrijgt. Zeker op de dagen zoals nu dat er wat weinig daglicht is. En je dus merkt dat je emoties en energie lager zijn dan normaal gesproken. Wat ontzettend fijn is, is om bijvoorbeeld elke dag een stukje te gaan wandelen. Probeer als het zonnetje schijnt naar buiten te gaan. Al is het maar op je balkon staan of eventjes voor een open raam staan. Want daglicht, het zorgt er gewoon voor dat wij ons beter voelen. Zeker als we daglicht in ons ogen krijgen 's ochtends. Dan kan ons lichaam meteen merken van, oh, het is dag, we gaan weer productief zijn. Het is tijd om wakker te worden. Er wordt een cortisol aangemaakt, waardoor onze energie wat natuurlijker weer omhoog gaat. Dus probeer die gordijnen open te doen op het moment dat je wakker wordt. Ga naar buiten zoveel als dat kan, want buiten zijn helpt ook stressverlagend en ontspannen. Dus het is altijd goed om buiten te zijn. En mocht je nou heel erg merken dat je moeite hebt om bijvoorbeeld je bed uit te komen 's ochtends, omdat het nog zo donker is en het natuurlijk ook echt ontzettend koud is en met deze gasprijs en niemand het gas wil aanzetten, is het misschien ook wel een hele goeie om met kerst jezelf te trakteren op een Philips wake-up light. Ik heb er zelf geen idee, maar ik heb er hele goede verhalen over gehoord. Dit is namelijk een lamp die zorgt dat je een soort simulatie krijgt van een opkomende zon op het moment dat je wakker moet worden. Dus een half uur voordat de wekker gaat, begint die lamp langzaamaan steeds verder te gaan branden. Zodat we het natuurlijke proces en ja, het wakker worden proces van ons lichaam alvast gaan simuleren. En dan word je ook een stuk uitgeruster wakker dan wanneer je zo'n schreeuwend, tetterend alarm in je oren hebt. Daarbij doe ik zelf altijd zorgen dat mijn wekker aan de andere kant van de kamer ligt. Dan moet ik namelijk wel mijn bed uit om dat alarm uit te zetten. Dus ik keus van een van de twee. Maar om te zorgen dat ik niet meteen mijn warme bedje weer inren, heb ik ook alvast mijn kleding klaargelegd. Waar mijn wekker dus bovenop ligt, zodat ik me zo snel mogelijk kan aankleden. En als ik er dan eenmaal uit ben, dan gaat het over het algemeen wel. Naast dat daglicht natuurlijk ontzettend goed voor ons is om dus wat meer op te starten, bevat daglicht en voornamelijk zonlicht ook vitamine D, wat heel belangrijk is. Vitamine D kan namelijk zorgen dat we meer energie krijgen, maar ook worden het de happy vitamine genoemd die zorgt dat wij gewoon wat lekkerder in ons vel zitten. Daarbij is het ook super belangrijk om voldoende vitamine D binnen te krijgen voor onze lichamelijke gezondheid. Zo helpt het bij gezonde botten, gezonde spieren en zorgt het voor een betere opname van calcium bijvoorbeeld. Dus linksom of rechtsom is het echt belangrijk om lekker naar buiten te gaan, die zon op te zoeken en
Als je dus niet genoeg buiten kan komen, denk aan 5 tot 10 minuten lichtexposure buiten. Dan kan je ook nog kijken voor het supplementeren van vitamine D. Zelf heb ik altijd als ezelsbruggetje op de momenten dat de maand met de letter R heeft. Dan probeer ik supplementen te gaan slikken van vitamine D. In ieder geval een wat hogere dosering. Ondanks ik een vrij lichte huid heb, dus makkelijk vitamine D kan maken door eventjes naar buiten te gaan, merk ik dat ik, omdat ik vanuit huis werk, niet zoveel buiten ben als ik zou moeten zijn. En dan kan dus een extra vitamine D supplementatie helpen om te zorgen dat jij toch lekker in je vel blijft zitten en de depressie wat meer kan onderdrukken. Ik doe zelf op dit moment 75 microgram uit mijn hoofd slikken. Maar kijk eventjes afhankelijk van hoeveel actief jij bent en buiten bent of jij dat ook nodig hebt of niet. Over het algemeen is het wel belangrijk dat je vitamine D slikt bij een maaltijd waar je veel vet bij eet. Ik neem zelf meestal bij het avondeten, maar dat kan weer in de war gaan met je melatonine, je slaaphormoon. Dus kijk eventjes hoe actief jij daarop reageert. Anders is het in ieder geval wel handig om te weten dat je dus bij het ontbijt genoeg gezonde vetten binnen moet krijgen. Om te zorgen dat je vitamine D wel op kan nemen. Je kan bijvoorbeeld kiezen om je omega 3, als je die supplementeert, als je niet voldoende vis eet, te slikken bij jouw vitamine D-pils. Dan kan je hem ook gewoon in de ochtend nemen, want dat bevordert elkaars opname. Dus dat zou je ook altijd nog kunnen doen. Maar in ieder geval is het dus belangrijk dat je voldoende vitamine D binnenkrijgt. Dan is de vierde tip die ik met jullie wil delen, het plannen van activiteiten. Het is natuurlijk nou eenmaal een lastige periode. Mensen willen zich graag isoleren en dat helpt nog niet echt om jezelf beter te gaan voelen. Dus ga kijken of je leuke dingen kan plannen om naar uit te kijken. Om dus op de dagen dat je merkt dat je wat meer in de sleur zit, kan denken, oh, maar dat weekend ga ik dit doen, overmorgen ga ik dat doen, vanavond heb ik wat leuks om te doen of misschien al eerder op de dag zelf. Zo kun je ook een beetje jezelf er doorheen trekken op die manier. Dus bijvoorbeeld, ik heb zelf 12 december een leuk feestje als boeklancering van het kookboek van Amber, een vriendin van mij. En daar kijk ik al nu ontzettend naar uit. Ik heb haar al een tijdje niet gezien. Ik vind het super leuk dat ik haar weer kan zien en kan afspreken. En dat helpt mij nu om deze dagen gewoon er doorheen te komen en te zorgen dat ik net wat lekker in mijn vel zit. Maar je kan het zo gek niet bedenken. Je kan bijvoorbeeld ook gaan kijken of je een nieuwe hobby kan uitvoeren. Je kan lekker de keuken induiken om leuke maaltijden voor jezelf te gaan maken. Wees gewoon een beetje liever voor jezelf en probeer op die manier het wat leuks te maken. En de laatste tip die ik met jullie wil delen is eigenlijk meer een reminder. Namelijk, aan alles komt een einde. Dus ook aan deze donkere dagen weer. Het is vandaag op de dag dat ik deze video opneem, 1 december. En dat betekent dat het nog maar 20 dagen is voordat we weer langzaamaan lichtere dagen gaan krijgen. Dus wat dat betreft, 20 dagen kunnen we nog wel overleven. En daarna zal ongeveer 2 minuten per dag de meer zonlicht zijn weer. Of weer daglicht, kan ik beter zeggen. Nou, dat gaat ontzettend snel. Dus weet dat het nog heel eventjes is. Probeer het vol te houden. Maak er het beste van. En weet dat het niet het einde van de wereld is. En dat het echt vanzelf weer lichter gaat worden. Dat er dan allemaal nieuwe blaadjes aan de bomen gaan komen. Dat het gras weer groener gaat worden. Dat er weer allemaal lammetjes en zo in het weiland staan. Zelf ben ik ontzettend fan van de lente. Dus kijk daar lekker naar uit. Dan weet je in ieder geval dat er ook weer hele mooie tijden aankomen. En ga desnoods, over plannen gesproken van de vierde tip, misschien nog eens kijken wat voor zomeractiviteiten ze willen doen. Dat zodra eenmaal het zonnetje er weer is en de mooie dagen aankomen, je ook direct weet wat je kan doen om daar het beste van te kunnen maken. Vond je deze tip nou handig en heb je er wat aan gehad? Laat dan ook zeker even een duimpje omhoog achter. Mocht jij nog aanvullende tips hebben om andere mensen te helpen, laat die dan ook zeker eventjes in de comments achter. Want ze kunnen elkaar helpen om door deze periode heen te komen. Laat ook meteen weten, wat gaan jullie met kerst doen? Hebben jullie het al bedacht? Ik bedoel, hè? Om meteen te gaan kijken naar leuke dingen om vooruit te kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan ook nog zeker eventjes. Volgens mij zit hij hier. Nee, hij zit hier trouwens. Abonneer nog eventjes. En dan zie ik jullie weer in een volgende video. Doeg!